Het prachtige uitzicht hier in die natuur. En dat ondanks de mensen die in die kampen waren ondergebracht, toch liedjes zongen als Zwitserland, Zwitserland, wat hang je mij de keel uit. Dat is natuurlijk wel een gekke tegenstelling. Maar ja, de situatie was er natuurlijk ook naar. Goedenavond. Twee Impact-redacteuren die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, hebben elk een persoonlijke film gemaakt over oorlog en bevrijding. Na de film van een paar weken geleden over Os, de geboorteplaats van Tony Bouwmans, vandaag de vanwege de watersnood uitgestelde documentaire Een vlucht naar Zwitserland. Ongeveer 1000 Nederlanders zijn er tijdens de oorlogsjaren in geslaagd om op eigen kracht naar het neutrale Zwitserland te vluchten. Onder hen de ouders van Hans Polak, die in mei 1945 in Genève werd geboren. Hij reconstrueerde de route die zijn ouders hadden gevolgd, zocht naar de mensen die hen daarbij hadden geholpen en ging uiteindelijk met zijn moeder terug naar Zwitserland. Herken je dit gebouw nou? Ja, het is nog precies hetzelfde. Dat herinner ik me nog heel goed, dat ik het moment binnentrad om jou ter wereld te brengen. Dus. Maar je was sprake van dubbele blijdschap, bevrijding en een kind. Nou, blijdschap om het feit zelf dat er een goed kind geboren was, wel. Maar er was zoveel treurigheid en zoveel verdriet om je heen. En zoveel waar je je mee bezig hield, dat het toch wel een hele hoop verduisterd heeft. In andere gevallen heb je je dierbaar zijn om je heen bij de geboorte van een kind in de familie. Dat was nu helemaal niet het geval. Ik lag er maar in mijn eentje op die verloskamer en niemand keek naar me om. Ça alors c'est vous. Ça c'est vous. C'est votre dossier. Alors madame Polak là. Voilà. Alors vous êtes venue. Vous aviez 35 ans, nationalité hollandaise, domicile Petit Saconnet, 51. C'est juste, hein? Voilà. Vous avez accouché normalement. Vos parents étaient en bonne santé quand vous avez quitté la Hollande. C'est intéressant. Et puis ça, c'est tous les jours quand on prenait votre température. Vous étiez à la chambre 58. Ah voilà, la chambre 58. Ça va le nombre de jours, 10 jours. Oui, vous êtes resté 10 jours. Votre température, votre pulsation. Vous avez accouché à 22h40. 22h40 d'un garçon de 3 kg 160, 49 cm et demi. Ik ben geboren als vluchteling, maar die vluchtelingenstatus duurde maar een half jaar. Mijn ouders keerden eind 1945 terug naar het land dat ze op 13 juli 1942 ontvluchtten. Wat ik overhield was een interessant klinkende geboorteplaats en de mand waarin ik de reis naar huis maakte. Een mand waarin ook mijn dochter als baby heeft gelegen. Ja, dat is Hans. Toen hij 6 weken was ongeveer, denk ik. Hij is 20 mei geboren, dus... Ben jij dit? En dat ben ik. Oh. Met Hans, met je vader. Op mijn arm. Heel lieftallig kijkend naar dat schattige babytje. Wat hij nu niet meer is. En dat is je opa. Die was uit Frankrijk gekomen. Die was in dienst van... De genie, de Amerikaanse troepen, zie je wel, militair uniform. Mijn vader gebruikte achteraf die Zwitserse periode vooral als bron voor anekdotes. Het leek alsof het daar een aaneenschakeling van min of meer komische voorvallen was geweest. Pas vlak voor zijn dood, in 1987,
in een gesprek aan zijn ziekbed kreeg ik over het verblijf in Zwitserland en vooral over de vlucht daar naartoe een ander idee. De 14e juli 1942, toen heb ik aan mijn vader gezegd, ik doe niet meer mee. Ik vind het hier blijven net zo gevaarlijk als weggaan. Ik heb ook, dat hebben ze me later geschreven, ik heb ook de dag daarna, nadat we weg zijn gegaan, een oproep gekregen om naar Westerbork te komen. Dus het werd langzamerhand echt wel tijd om weg te gaan. Na die zomer in 1942, toen begonnen ze werkelijk op te treden, die Duitsers, om razzia. Ja, er waren toch al razzia's gehouden in dat de binnenstad afgezet werd en dat Joodse jongens die daar toevallig liepen of vertoeven, dat die opgepakt werden. Toen was het al begonnen. Maar was het dan ook niet gevaarlijk om weg te gaan? Ja, het was zeker gevaarlijk. Als we hadden gebleven, ja, was het in ons gevoel, mijn gevoel, nog gevaarlijker geworden. Want dan hadden we helemaal geen kans meer. Dus we zijn zomaar op de tram gestapt, die ster afgetrokken. En het was op de Bonnefoy. Hè? Toen hadden we de hulp van een echtpaar waarvan de man werkte aan de bovenleidingen van de spoorwegen. En mijn vader, die was heel nerveus hierover en die zei, je wordt absoluut gepakt, je haalt Breda niet. En in het gunstige geval staan ze in Breda op je te wachten. Want je vader wilde nog terugkrabbelen, die zei, ja, die was een beetje onder de indruk van zijn vader. En die zei, nou, we hebben toch nog geen oproep gekregen en laten we het nog even aanzien. Maar ik ben er verder niet op ingegaan. Ik wist dat het zo zou gaan. Herinner je nog hoe je je toen voelde? Nou, een beetje... zelfs een beetje lollig gewoon, hè? Om jezelf een beetje af te schermen, denk ik. We zijn met dat echtpaar naar Breda gereisd. Die hebben onderweg heel zenuwachtig gemaakt door allemaal te lachen en te giechelen. Want ze waren ook zenuwachtig. Toen heb ik ze gesmeekt om dat maar gewoon te doen, weet je wel. Onderweg had onze spoorwegman nog een keer naar het volgende station gebeld. Via de dienstlijn. Nergens iets te ontdekken. En in Breda hebben we van familie van die spoorwegmensen fietsen gekregen. En met die fietsen zijn we naar de grens gegaan. Nou, nadat we onderdak hadden gevonden bij Antonius, die boer in Rijsbergen, zijn we daar een paar dagen geweest. En die heeft die kreeg smokkelaars. We kwamen bij hem smokkelwaar halen. En die zei, ik zal wel even opletten of er een paar bij zijn die een beetje betrouwbaar zijn. En dan kunnen jullie met die de grens over. Dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. Est-ce que vous avez connaissez un magasin de photos, un laboratoire? Un peu plus haut. Un photo-winkel. Un winkel, met een winkel. Ja. En er was een winkel in het begin van de straat hier. Ja. Maar ik denk dat meneer gestorven is. Een tiental jaar geleden, hè? Ja, dat zal best, ja. Herken je deze straat? Nou, enigszins, maar hij is veel drukker dan de tijd dat wij hier waren. Dat is al zo lang geleden. Wanneer was dat nou ook alweer? Dat is van juli 42. Nou, ongeveer 3 maanden hebben we hier op de bovenste zolder, bovenste verdieping van die fotozaak hebben we onderdak gevonden. Bij familie?
Nou, het was geen familie. Het waren vrienden van mijn schoonouders. En die waren vertrokken. Maar degene die die zaak nog dreef, ja, heeft ons die, die archiefzolder aangeboden. En daar hadden we onderdak. We zijn tot september ongeveer in dat huis gebleven. We hebben opgelet, er was een halte, een tramhalte voor het huis. Dat we dus het huis niet in en uit gingen zonder dat er een tram voor stond. Om geen argwaan te wekken. Nou ja, dat is allemaal redelijk gelukt. Hier hebben jullie mensen gevonden die jullie de grens over hebben geholpen. Ja, dat was de familie van Rees. Die, die ons ook geholpen hebben, waar we een paar keer in de week kwamen eten. En die op een gegeven ogenblik voor de dag kwamen met een adres van een buurvrouw of een tante. En die konden ons Franse identiteitspapieren leveren met de nodige gegevens van contacten en adressen. Ineens wisten ze iemand die betrouwbaar was, die passeur was. Een passeur, dat is iemand die de mensen over de grens brengt. Die is toen aangenomen en die zou ons naar Frankrijk brengen. Dus we zijn dus naar Bordeaux gegaan. En de weg was, volgens de passeur, via meneer Anne in Bazas, om die demarcatielijn over te steken. En dan kon je naar Marseille. En je kon ook eventueel via Marseille wegkomen. En in de buurt van Bordeaux was de demarcatielijn. Daar was de grens tussen het vrije, de vrije zone. Tussen de Vichy-regering en het bezette Frankrijk. Nou, in november werd het ook, werd het zogenaamde vrije Frankrijk ook bezet door de Duitsers. Als ik achteraf het verhaal van mijn ouders hoor, op de vlucht, onzeker over wat hen te wachten staat, probeer ik me te verplaatsen in hun situatie. Ze zijn dan net 3 jaar getrouwd en hun leven heeft een zeer dramatische wending genomen. Goed, we zitten in die trein en ik heb je moeder niks verteld, want ik dacht dat wordt een ramp als ik niet vertel dat hoogstwaarschijnlijk er helemaal geen monsieur Anne bestaat, dat die passeur gelogen heeft, dat het helemaal, nou ja. Was ons eerst mee verteld dat er een bus stond, als die trein aankwam om 6 uur 's morgens, stond er een bus klaar die naar Bazas reed. Die naar Bazas, en ook naar andere plaatsen langs de demarcatielijn. Maar dat was niet het geval. Allemaal Duitsers en liepen daar rond en gewapend en veel militairen, want het was daar in Bordeaux. Dat lag precies aan die Atlantic Wall. Hè, daar die... Dus, en toen lazen we ook in een krantje dat het ten strengste verboden was om je daar te begeven als Franse burger. Uit een ander gebied, uit een andere regio. Dan mocht je absoluut niet daar zijn. Nou ja, goed, wij onze papieren waren... We kwamen van Maubeuge, dus nou ja, we zaten natuurlijk sowieso fout. Ik heb de hele ochtend gezocht. En ik durfde niet te veel te praten, want mijn Frans was niet zo afgelikt. Dus ik heb gezocht en gezocht en eindelijk, ja, bij een busstation vinden we een bus die gaat naar Langon en Bazas. En toen zijn we daar net nog op het nippertje ingekomen. Dat hebben we, die hebben we gevonden. Maar toen zaten we natuurlijk ook in een hele akelige en ongelukkige stemming. Omdat we wisten dat het niet goed zat. We komen in Bazas en die chauffeur die was dus bovenop die bus aan het rotzooien om die bagage eraf te halen. En ik vraag die man, de Place du Travail, nooit van gehoord, zegt hij, maar vraag dat meisje.
Nou, ik naar dat meisje toe en ik zeg tegen dat meisje, luister even, dit is de derde grens die we moeten passeren. We komen uit Nederland, we zijn op de vlucht. En kan je ons helpen? Want we vroegen het natuurlijk nog meer aan meer mensen die in die bus zaten. Nou ja, die liepen allemaal door. Tot het meisje, die Jacqueline Boulet, in één kordaat en spontaan voor onze neus stond en zei... En vroeg, ze pour passer la ligne. Ah oui, je l'ai bien connu. Quelle sorte de fille? Oh, une fille épatante. D'abord très bien élevée, très bonne éducation, et puis très gaie, très gentille. Elle aimait la vie. Ma soeur la plus jeune, elle était infirmière à l'hôpital de Bazas. Donc elle descendait tous les jours. Et un jour, elle a vu sur la place, sur la grande place de Bazas, un monsieur et une dame avec une petite valise et qui lui ont donné un papier où il y avait un nom. Mais ce nom n'était pas du tout... Enfin, c'était pas connu du tout dans Bazas, quoi. Et ils avaient dit qu'ils avaient donné beaucoup d'argent pour retrouver ce monsieur, quoi. Et elle a compris qu'il voulait passer en zone libre. Vous aviez le poste allemand. Ici, c'était la zone occupée, c'était la ville. Et ici, c'était la zone libre. Ce côté-ci, c'était la ville, la zone occupée. Ce côté-là, la zone libre. Alors, mes parents ont été très, très heureux de voir Jacqueline Boulet. Ah oui. Ah oui, ça a été une chance. Ça a été une chance parce que leur maison était en zone occupée. Et derrière leur maison, les bois, c'était zone libre. Jacqueline Boulet stierf in 1976. Bijna 50 jaar na de oorlog besef ik dat niet alleen mijn ouders, maar ook ik indirect mijn leven aan haar te danken heb. Waar anderen kozen voor het veilige niets doen, besloot zij te helpen. Dans la famille, on en a fait passer pas mal de gens, hein. Et mes parents étaient très profondément chrétiens et ils faisaient ça parce que ils avaient l'amour de Dieu dans leur cœur, mais surtout l'amour du prochain, c'était vraiment des frères. Et ces frères, il fallait les aider à se libérer, quoi. Ze zegt, ik weet precies wanneer die Duitsers die uit die grenspost op patrouille zijn, op die weg, weet ik ongeveer, maar het kan ook zijn dat ze in het huisje zitten. Als ze op patrouille zijn, dan, nou ja, dan kunnen jullie er doorheen, hè? En mocht het niet het geval zijn, dan vertel ik dat ik een neef en een nicht uit Bordeaux heb opgehaald van de trein en dat die bij mij logeren. We zijn het stadje uitgelopen en we slaan een hoek om. Twee Duitsers met de bajonet op het geweer en die richten op ons. En... Die tweede, die zei, zullen we niet eerst die bagage afschnieten? Nou ja, het armzalige boeltje hadden we bij ons. En toen zei die andere, dat was blijkbaar zijn superieur, nein, das Mädel ist hier bekannt. En toen zijn ze doorgelopen. Nou, wij dus onder die slagbomen door, maar toen heb ik wel gezegd, we gaan zigzaggen. Want er was een bos. En als we in dat bos gaan zigzaggen, kunnen ze ons, als ze schieten... kunnen soms toch moeilijk raken. Ja, en toen zagen we een vrouwtje met koeien, die met de koeien bezig was in dat land. En die riep, ah, vous êtes libre. En die vertelde dat een heel eind verderop, er was een kasteel, een kasteeltje. En daar konden we onderdak vragen, dat waren hele vriendelijke mensen. Ça m'étonne pas du tout que ma grand-mère les ait aidés, parce que
C'était tout à fait dans sa nature et dans son caractère. Elle était excessivement bonne. D'un abord un peu guindée, mais excessivement bonne et secourable. Je zei alleen, ga maar naar beneden, daar is de keuken. En personeel zal jullie wel eten geven. Kunnen jullie daar eten? En toen wees ze ook een kamertje aan, een klein kamertje. Dankzij de eigenaresse die de volgende ochtend naar ons toe kwam. En die heel erg op de hoogte was van Nederlandse contacten. Consulaten en andere kantoren. En dat heeft ze ons verteld. Dat er in Lyon een office Néerlandais was. En ze vertelde ook hoe we verder moesten naar Lyon. Van daaruit waren ook verbindingen wel mogelijk naar Zwitserland. En toen zei ze, ik zal mijn kleinzoon even roepen. En die brengt jullie, die moet jullie dan naar een autobus brengen. En wij zijn toen met die man naar La Réunion gereden. Dat was het spoorstation. En we zijn dus voor het spoorstation als inheemse afgestapt. En niemand die dat verder een oog waardig keurde, die vond het, men vond het heel normaal. Waarom jullie in Lyon wisten jullie toen naar wat jullie te doen stond? Nou, dat adres opgezocht van mevrouw de Sofiak. Nou, en daar was een hele toestand. En er zaten een heel aantal mensen die ook gevlucht waren. En die zaten op passeurs te wachten die ze de grens zouden overbrengen. Een paar dagen later zou er een passeur met een groep Nederlanders naar Zwitserland gaan. Nou, ik heb gezegd, dat begin niet aan. Ik ga naar met een groep Nederlanders in een vreemd land waar het gevaarlijk is, niet wandelen. Dat was een hele dure onderneming. Die moest ontzettend veel geld hebben. En ja, op dat moment waren wij natuurlijk toch ook oudere mensen bij. En wij waren toch nog jong en ondernemend. Wij dorsten het wel aan. Een kaart gekocht. Ze hebben een kaart gekocht en zij hadden ons een punt gegeven waar we eventueel de grens over konden. Met contactadressen van mensen. Want het was onder andere een kruidenier in Le Sable. Ben écoutez, moi je suis très heureux parce que j'étais trop petit. Hein. Moi j'avais à l'époque un oui. an et demi, hein, j'étais dans les, oui, dans oui. les langes. Mais bon, je me souviens de certaines choses, mais pas de ça. Quand nous arriverons dans le l'ancien magasin de votre parent, oui. C'était très tard. Hein, et je me les enfants couchaient, ont couché. Eh oui. Je me souviens mieux de votre père. Ah oui? Je connais votre père. Oui. Là, je vois, oui, je les ai vus. Ils ont couché dans la chambre, là, ça, je m'en souviens. Et le soir, je crois qu'ils ont dû manger une soupe, quelque chose, en arrivant, hein. Ouais. Leur marche forcée, là, depuis Annecy. 30 km, Annecy, ça fait. Oui. Puis en plus, ils avaient passé par les petits chemins pour pas être repérés. Oh ja, ik moet het herinneren. Ja, nog dit lelijke foto. Een lelijke foto? Een beetje trieste foto, vond ik. Ja. Het. Elle a l'air triste, hè? Oui. Dans le temps. Oui. Là, la première, là. Ils ont dormi là, dans cette chambre. La première, là. Après, c'était la mienne. C'était la chambre de votre parent, hein? Oui. Dans leur chambre. Voilà.
Et c'était comme un palais pour nous, hein? Ah, bah bien sûr. Maar dat is me enorm bijgebleven. Dat vanzelfsprekende waar die mensen ons mee ontvingen, hè? Dat ze een deur openzetten. Nou, gewoon. Avant de monter un restaurant, elle a peut-être servi plus de personnes ici. Tous les soirs dans la cuisine chez nous, il y avait 4-5 personnes qui mangeaient avec nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis ici, vous voyez tout le village du Châble. Vous êtes venu à cette époque, 8 km à peu près, là, 6 km de la Suisse. Et dessous, cette petite route, la toute petite route, dessous, je pense que c'est cette route que vous avez empruntée avec votre père, avec mon père. Nous avons accompagné. Oui, je pense sur la douane. Oui. Hein? Het was onbegaanbaar. We moesten door weet je, woest gebied. Kruip door, sluip door. Tot die ene passeur even de situatie ging verkennen. En toen zei hij, ja, ga maar. Het was een smal stuk straatweg. En blijkbaar liepen ze daarheen en weer. De Franse grensbewaking. Ja, de Franse grenswachters. En het punt waar hij dan was gaan oriënteren... heeft hij ons de grens overgestuurd. En toen werden we ogenblikkelijk opgepakt. Door? Door de Zwitsers. Dat wist ik op dat moment ook niet. Ik dacht alleen, het is verloren. Nee, als ik toen niet agressief was geworden tegen die douaneambtenaar... was ik er ook niet ingekomen. Dus ik ben toen heel agressief geworden. Ik weet wel dat we van de ene plaats naar de andere versleept werden. Weer in een vrachtauto en weer. Tot hij zei, tot het laatste dat we naar zo'n vluchtelingslager werden gebracht. Het stadion van Arambe in Genève. Nou, we sliepen in hele kleine kleedhokjes met een beetje dun stro op de grond. En een aardappel, geloof ik. Een pelkartoffel, een aardappel in de schil gekookt. Dat was het voedsel en de thee, geloof ik, een stuk brood. Maar jullie hadden het gevoel, we hebben in ieder geval Zwitserland nu echt bereikt. Ja. Dus was de ergste spanning voorbij? Ja, natuurlijk, dat wel. We waren de Duitsers ontvlucht, hè, ontsnapt. En dat was het eigenlijke doel. Wat er verder zou gebeuren, moesten we maar afwachten. Mijn ouders hadden het tot zover gered. Ze waren toegelaten tot een vreedzame enclave... achter bergen die een barrière tegen de oorlog leken. Achteraf bleek dat ze een gelukkige uitzondering waren. Joden werden in 1942... door Zwitserland niet erkend als politieke vluchteling. Het land stuurde in die tijd ongeveer 50.000 vluchtelingen terug, waarvan velen omkwamen. Welkom. Dankjewel. Ik heb net gehoord, het moet ruim 10 jaar geleden. Wie het wel redde, moet wel beschikt hebben over veel geluk en vastberadenheid. Sommigen, zoals de echtpaar De Leeuw, probeerden het verschillende keren. Hoe vaak heeft u het moeten proberen om toegelaten te worden tot Zwitserland? Nou ja, totaal zijn we dan 3 keer teruggestuurd. De eerste keer hebben we gered en nu zijn we Zwitserland ingekomen. En dan doorgestuurd naar Genève, waar de volgende dag werd verhoord. En aangezien er geen reden was waarom we zouden blijven... werden we s'avonds weer de grens overgezet. Dus dat was de tweede keer. We zijn aan de grens blijven zitten later... En we zijn weer geprobeerd binnen te komen en weer. En uiteindelijk toch weer naar Genève gevoerd om verhoord te worden. En toen wisten we al uit ervaring dat we in een lokaal zaten waar we 's avonds teruggestuurd zouden worden. En toen is mijn man uit het raam gesprongen. En naar het consulaat gegaan. En dat heeft uiteindelijk geleid tot toelating in Zwitserland? Uiteindelijk, ja. Het was van de overheidswegen dat er op een bepaald moment... een aantal vluchtelingen mochten worden toegelaten.
En dat was op het moment dat wij daar aan de grens stonden, het geval. Daar is het bij ons redelijk soepel verlopen. Hè? Dus even een paar maanden was dat, geloof ik, en toen was het weer afgelopen. Ja, goed, ik heb ook dan daar in het opvangcentrum in Genève meegemaakt. Een meisje van een jaar of 16 met een klein jongetje, een broertje. Ze is altijd weer teruggestuurd. Mm-hmm. Twee kinderen alleen. Moesten terug. Dat is ook gebeurd, dus. En waar kon je wel terecht? Moest je naar Amerika, moest je een affidavit hebben en een geldgarantie. Konden ze niemand heen. Engeland. Kon je niet heen. Nee, het was moeilijk om in Zwitserland te komen. Het was niet alles. In het Bundesarchief in Bern wordt het Zwitserse verleden op papier bewaard. Er zijn onder meer ruim 44.000 dossiers over vluchtelingen die het land tijdens de Tweede Wereldoorlog toeliet. Dossier 511 zou een stukje van mijn familiegeschiedenis moeten bevatten. Zo, daar heb ik het dossier ihrer Eltern. Oder innere Angehörige nach der Gesetzgebung des Heimatstaates jüdischer Abstammung? Das ist mein Vater. In de documenten, meer nog dan in de mondelinge verklaringen van mijn ouders, worden de omstandigheden van hun verzoek om toelating tot de vredigheid van Zwitserland bijna tastbaar. Ik voel de weerzin van de Zwitsers om met name Joden op te nemen. En ik vraag me af hoe Zwitserland er toch in slaagde neutraal te blijven. Notre armée était prête. Elle sut faire respecter notre neutralité. Neutralité ne veut pas dire indifférence. 40.000 soldats étrangers vinrent demander l'hospitalité de la Suisse. La Croix-Rouge déploya une activité bienfaisante intense. Mais neutralité ne veut pas non plus dire faiblesse. Eux qui viendront après nous, sachons conserver nos biens les plus précieux, notre liberté, notre indépendance, la fraternité des races, des langues, des religions, la beauté et la richesse de la terre helvétique. Nou, het was natuurlijk voor hun ook een moeilijke positie. Ze waren neutraal en ze wilden die neutraliteit wel behouden. En ze zullen wel enigszins aan de Duitse wensen tegemoet gekomen zijn. Maar je ze hadden natuurlijk een halfslachtige ambivalente positie. En daarom hebben ze ook mensen teruggestuurd. Von Mittag an ergriffen in unübersehbaren Reihen an die 35.000 Zuschauer vom Bankdorfstadion Besitz. Dem dicht gedrängten Publikum stellen sich die beiden Equipen vor. Und während des Spiels der Nationalhymnen richten sich aller Augen auf die Ehrenloge, in der der deutsche Minister, der Bürgermeister von Stuttgart, General Gison und Bundesrat Kobelt erschienen sind. Das Spiel beginnt. Zwitserland won nog met 2-1. Maar de vraag is of die stand de werkelijke verhoudingen weergaf. In 1938 had het land al via een geheim pact met Duitsland de vluchtweg voor Duitse Joden afgesneden. Waren die Zwitsers eigenlijk wel zo gastvrij voor mensen als mijn ouders die de vlucht hadden volbracht? Helemaal niet, nee, natuurlijk niet. Gastvrij. Maar voelde je je bevoorrecht dat je in zo'n mooie natuur kon? Ja, uiteraard. Het prachtige uitzicht hier in die natuur. En dat ondanks
de mensen die in die kampen waren ondergebracht, toch liedjes zongen als Zwitserland, Zwitserland, wat hang je mij de keel uit. Dat is natuurlijk wel een gekke tegenstelling. Maar ja, de situatie was er natuurlijk ook naar. Nee, echt welkom waren we niet. Ze konden niet anders eigenlijk als we er eenmaal waren. En als de ambassade wist dat je er was, dan kon je blijven. En die zorgde ook gedeeltelijk voor ons. Wat eten en zo betreft en wonen, dat hebben de Zwitsers op zich genomen. Wat we kregen aan kleding, dat ging via de ambassade. Maar dus ze hebben wel geholpen. Hôtel, pension, auberge, entreprise de transport, en un mot, l'industrie du tourisme, constitue l'un des éléments les plus importants de notre économie nationale. En 1939, la guerre éclate et nos hôtes étrangers deviennent de plus en plus rares. Durant l'année 1941, la Suisse n'accueillit plus qu'un nombre restreint d'étrangers. De nombreux hôtels doivent fermer. T'as dit mon pèlerin, madame, excusez. Il était là, il faut monter le chemin du pèlerin. Puis les presque, ils ont fait quelques petites rénovations à l'entrée, mais c'est presque le même. Mm-hmm. C'est le même. Et là, vous faites le chemin du pèlerin, vous allez. Et puis vous voyez, c'est la maison du pèlerin maintenant, elle s'appelle. Ja, dit is de plek. Die omgeving hier, die is volgens mij nog hetzelfde. We hebben hier gewerkt en hier op deze plek hebben we de was opgehangen waar we met de wasser was bezig. Maar dit is nog steeds hetzelfde hotel waar jullie zaten? Ja, dat punt, ja, dat zeker. Daar die ingang. Hoeveel mensen zaten hier nou? Hoeveel vluchtelingen? Ja, ik denk toch wel tussen de 80 en 100, hè? Dacht ik. En hoe was dat onder elkaar? Nou, ik kan me niet herinneren dat er onaangename situaties waren. Je kreeg iedere week een rooster. Moest je op je rooster krijgen wat je die week had te doen. Oh ja, en wat ik me nog zo goed herinnerde, waren parketvloeren. En die moest goed onderhouden worden, die tegels. Het werd intensief bewoond, die parkettegels. En dan kregen we een stuk staalwol en dan moesten we met onze voet dat bewerken. En dat noemden ze shimmyën. Nou, dat was een rotkarwei, hoor. Mijn ouders hadden in de buurt van het hotelkamp beperkte bewegingsvrijheid. Als ze verder weg wilden, hadden ze een Ausweis, een speciale vergunning, nodig. Eind 1943 werd mijn broer Frank geboren. Hier zat hij nog in, liep hij nog in de box en hier begon hij al zelf te lopen. En dit was op de schouders van zijn vader. Als ze vrij waren en als je dan een leuk plekje zag, dan maakte hij daar een mooie plek, dan maakte hij daar een schetsje van. He, dat we dan rustig ergens zaten, hij aan het schetsen en ik met het uitzicht op het meer, op de mooie natuur. Het gebied hier rondom, Hotel du Mont Pèlerin, zoals het oorspronkelijk heette. Nou, dat is nog wel allemaal zo herkenbaar. Want we liepen langs deze weg en hadden we wel kennis gemaakt met mensen die daar woonden. Als we voor noodzakelijke dingen naar Vervin moesten, dan kregen we daar een bewijsje voor, een pasje. En dan gebruikten we die funiculair. En dat is nu nog net zo. Even kijken. Waar wij gewoond hebben, aan welke kant. Oh god, ja, ik keek naar de bergen.
Hier heb je de... Hier binnen, de hal. Die je simmen moest. Ja. Dat die toevallig samengebrachte groep Nederlanders geen harmonieus gezelschap was, lijkt geen wonder. Ten slotte ging het om mensen die huis en haard hadden moeten verlaten en onzeker waren over het lot van degene die ze hadden achtergelaten. Maar toch werd er wel gelachen. Er was veel vertier, ook al omdat er onder de vluchtelingen artiesten waren, zoals Marie-Sophie Natusius, die daar samen was met haar man, de acteur Jan Teulings. Oh ja, vreselijk. Het eerste feest wat we meegemaakt voor de verjaardag van koningin Wilhelmina in 43. En die bazaar van madame Wolf. Ja, madame Wolf. Dit is de volgende verjaardag, 44 denk ik. Toen was het waarschijnlijk alleen maar in het Petit. Hier is ook nog een toneelstuk. Weet ik niet wat. Hoe was het toen? Oh, je kunt het toch niet meenemen, was dat waarschijnlijk? Ja, dat is je het. Kunt het toch niet meenemen. Ja, dat is Jan van Herwijnen. Ja, een heleboel. Oh, dat was Bergkamp van de mannen. Ja, dat is Jan heel vaak geweest om voor te dragen. Oh, ja, voordrachten, lezingen en zo. En wie is dat? Dat was mijn man. Die herinner ik me wel. Jawel, die herinner ik me. Ja, die was actief. Die was heel actief. Ja, die kan ik me herinneren. Waren jullie niet samen dan? Ja, we waren eraan. Samen. Maar waardoor is hij daar opeens in een werkkamp? Dat moesten ze allemaal voor een paar maanden. In een bepaalde... Ja, hoor. Jan niet. Maar Jan was natuurlijk al te oud waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Ja, we moesten ze. Er zijn een aantal mannen in een werkkamp geweest. Omdat, als reden werd opgegeven, de Zwitserse soldaten staan aan de grens en de vluchtelingen moeten ook worden. Het heel rustig aan gedaan. Ja, ga een beetje stenen uit de grond halen. Nee, dat hadden die Zwitsers niet aan ons verdiend. Nee. Maar ik heb het altijd van Zwitserland begrepen. Ik heb het altijd niet juist gevonden om erop te schelden. Dat heb ik ook nooit gedaan. Goed, ze hebben ons niet met open armen ontvangen, dat zal ik nog niet zeggen. Maar dat begreep ik wel. Alleen al wat ze met Jozef Schmid hebben uitgehaald, die beroemde zanger. Ik geloof de Taat heette die krant. Die schreef toen hij een concert kwam geven. Ze in rijen stonden om kaartjes te bemachtigen. En zodra hij vluchteling was en ziek werd, hebben ze hem laten creperen. Dus hebben ze niet meer naar hem omgegeven. Een stateloze kamp. Nou, die hadden niks te vertellen. Nee, die statelozen, die hadden geen bescherming. Wij hadden nog enige bescherming. Ja, van de, zeker. Mijn moeder bleef dat laatste oorlogsjaar met een kind alleen. Mijn vader had zich in 1944 in een militair uniform gehuld. Ik ben in Parijs terechtgekomen. En de bedoeling was dat we ons zouden voegen bij de Prinses Irene Brigade. Maar die was nergens te vinden. En toen ben ik dus in het Amerikaanse leger terechtgekomen. Aan het eind van de oorlog was mijn moeder voor de tweede keer zwanger. Wat er in Nederland was gebeurd, daar had ze via wat schaarse brieven van familie alleen een bang vermoeden van. Met veel wijzer werd je er natuurlijk niet van. Wat zich allemaal afspeelde, dat vermeden ze om dat allemaal te schrijven. Anders kwamen ze helemaal de censuur niet door. Dat er van haar familie en die van haar man bijna niemand door de oorlog was gekomen, hoorde ze pas eind 1945 na terugkeer in Nederland. De bevrijding maakte mijn moeder mee in een buitenwijk van Genève. Ze liep op alle dagen omdat ik mijn komst in deze ontredderde wereld aankondigde. Hoe voelde ze zich toen? Toen realiseerde je pas dat je wat er allemaal verloren is gegaan. Dat je niemand meer terug hebt gezien. En dat dat je in zekere zin schuldig voelde. Dat ik wel ik was de dans ontsprongen. Al die mensen hadden zo vreselijk geleden en niemand was er meer. Dus dan liep je met de gedachte rond. Wat loop ik hier rond? Wat doe ik hier? Hè? Waarom ben ik hier overgebleven? En is iedereen weg? Maar het was toch wel zo dat je dacht van, nou, het was een goede beslissing geweest om te vluchten naar Zwitserland. Ja, achteraf dan sta je er niet meer zo bij stil. Dat is gebeurd. En natuurlijk, als je de dans ontsprongen bent en je hebt het leven ervan afgebracht, dan was het zeker een goede beslissing. Ja. Dat we geluk hebben gehad.
Voor degene die het niet gelukt is, was het geen goede beslissing. Dat is zo relatief. Volgende week de RVU met de documentaire Over mijn broer. En over 2 weken in Impact Nick Leeson, de jongen die de bank liet springen. Ik wens u een prettige nacht.